Hallo iedereen van TGN Dutch en welkom bij Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Het is mijn Jinwezen en ik zit een beetje in een dilemma. Wat is het dilemma? Ik weet niet zozeer wat ik nu moet gaan doen. Oh ja, ik weet wat we gingen doen. We gaan nu met die bandit leader. Nee, die niet. Dat willen we allemaal niet doen. We willen die Red Guard Woman vinden. Maar ik heb zoiets van, dat lijkt me zo saai om te doen. Dus laten we dat niet doen. Wat we wel kunnen doen is sowieso eerst de Golden Claw terugbrengen. Weet je wat? Dat gaan we eerst doen. En de owner van de Golden Claw is in Riverwood. Of Riverwood, zoals je het ook kan noemen. Dus daar gaan we eerst even naartoe. Dus ik zie jullie daar. Goed, we zijn in Riverwood en de zon begint weer aardig onder te gaan. Want we krijgen zo'n mooie, lichtblauwe, rode lucht te zien. Altijd cool. Dus even kijken, waar moeten wij heen? Waar moeten wij heen? We moeten de inn in. We moeten de inn in. Daar moeten we niet heen. Riverwood treden. Waarom zijn die kinderen mij nou weer aan het uitlachen? Ze weten wat komen gaat. En toch lachen ze mij uit. Zo, daar zijn we dan. Oké, als het goed is, is hij degene. Nee, dat is niet degene. Oh man, ik ben aan het falen. Ik ben aan het falen. Oké, eens even kijken. We moeten wel naar een inn. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar welke? Volgens mij kan ik die questline gewoon beter even activeren. Check it out, please. Kan ik het even outchecken? Dat is raar. Ik zou toch zweren dat als ik die quest activeer, dat er dan wel. Het wordt gewoon niet. Het wordt gewoon niet laat. Ik krijg gewoon niet te zien waar ik naartoe moet. Het spel heeft gewoon zoiets van. Nee, ik laat het je gewoon niet zien. Oké, dat komt best wel hard aan. Ik moet die Golden Claw toch echt naar de owner brengen. Oh, wacht, dit zal hem denk ik wel zijn. Hier moeten we zijn, hey man. Even kijken, what do you have for sale? Oh, hij verkoopt dingen. Dingen waar ik helemaal niks aan heb. Nice. Dat is wel interessant, dat hij mij dat soort onzin verkoopt. Ik ben hier eigenlijk niet voor dingen. Ik wil dit something happen. We did have a bit of a break-in. Oh. We still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. En dat is? An ornament. Solid gold in the shape of a dragon's claw. Zeg dan niks meer. Ik heb hem al. Ja, ik heb hem. Hier. Mag je hebben van mij? Alsjeblieft. I'll never forget this. Geen probleem, man. You've got a great thing for me and my sister. Je zus. The Riverwind Trader is everything you need in a general store. Jatte. Nee, dat ga ik niet doen. Maar nu we hem geholpen hebben, mogen we bijvoorbeeld dit goud hebben. Om een of andere reden. En dit zwaard mogen we ook hebben. Oh, wacht. Ja, we kunnen dus ook spreuken van hem kopen, maar dat gaan we niet doen. Het is zo raar dat hij sommige dingen mogen wel hebben en andere dingen weer niet. Eén keer ben ik zo zwaar door die gast te grazen genomen. Want toen had ik per ongeluk iets gepakt dat ik had gestolen. En dat werd me gelijk fataal. Ik heb jullie dit nog niet echt verteld, maar aangezien dit aflevering 10 is, wat dit een soort van speciale aflevering, waarin ik jullie mijn prachtige gezicht laat zien. En, nou ja, wie wil dat nou niet zien, hè? Zeg maar niks. Ik ga al wel weer. Jongen. Ik heb niks gezegd, echt niet. Goed. Nu we dat kleine questje hebben opgelost, kunnen we nu eindelijk beginnen met wat andere dingen. Nou kunnen we kiezen. Gaan we nu naar de Greybeard, zodat we dat gedoe met de voice gedaan hebben. Weet je wat, dat gaan we wel gewoon eerst doen. Ik weet dat mensen nu vast zoiets hebben van, ah Glenn, moet je dat nou doen? Kun je niet gewoon gelijk met andere dingen beginnen? Dat kan ik doen, maar ik heb zoiets van, laat ik al die basis shit gewoon even uit de weg hebben geruimd. Wat krijgen we nou? Ik dacht al, waarom was hij nou vastgelopen? Ik snap er helemaal niks van. Oké, maar wat we dus gaan doen, we gaan gewoon travelen en we zien wel wat ons onderweg gaat tegenkomen. Dit wordt dan een van die, ja, soort van rij aan afleveringen. Waarin ik nou, jullie wat meer van de omgeving laat zien. En misschien vinden we nog wel een interessante grot die we kunnen ontdekken. Of iets anders. Misschien komen we nog wel vijanden tegen die ons willen vermoorden. Even kijken. Dan laat ik sowieso eerst maar even wat betere dingen equippen. Zoals de hunting bow. Aangezien we dan kunnen assassinaten. Wat hoor ik daar? Ik hoor de hele tijd alsof iemand een wapen aan mij aan het sheathen is. En ik haat het als vijanden mij wapens sheathen. Of wapens naar mij sheathen. We komen dicht in de buurt van een mijn. Maar volgens mij is dat de mijn waar we laatst. Ja, volgens mij is dat de eerste mijn die we bezocht hadden. Daar hoef ik helemaal niet naartoe. Maar er is hier wel een vijand in de buurt. Oh, het is een wolf. Ja, die maken we nu in één klap dood. Dus dat laat me weer zien hoe snel je gewoon
te machtig kan zijn voor die beesten. Ze zijn zwak. Ze zijn heel zwak. Maar we moeten nu dus naar Iverstead. En hoe kunnen we daar makkelijk komen, vraag ik me even af. Niet dat ik heel dom aan het omlopen ben. Even kijken. Ik ga helemaal verkeerd. Ik moet gewoon omdraaien. Even kijken hoor. Welke kant moet ik nou op? Nergens een pijltje die aangeeft van ja, daar moet je heen. Kom op jongens. Help mij eens even in deze duistere tijd. Goed, daar ben ik. En ik wil... Oh, het is al voor me gehighlight. Dat vind ik heel aardig, maar... Eigenlijk zou ik een wit pijltje willen zien. En we kunnen hier niet echt naar de overkant, omdat daar simpelweg geen... Ja, daar kun je gewoon niet overheen. Zo makkelijk gaat dat niet. Maar ik vind het raar, want dan moet hij ergens... Ja, je moet hier gewoon... Huppakee. In één ruk gewoon door de berg kunnen. Maar dat valt mij niet... Ja, dat gaat blijkbaar niet meevallen bij mij. Laten we eens even kijken of we die weg ergens kunnen vinden. Want ik weet dat dit Ember Shard Mine is. Maar er moet ergens een soort van... crossway zijn. Wat gebeurt er als we dat ding daarboven kapot maken? Bijen? Bijen? Wat is dat? Oh, cool. Een beehive. Bijen, yes. Ik ben gek op bijen. I love bees. Behalve in Donkey Kong Country Returns. Daar zijn ze mijn ergste vijanden. Vooral als ze elektrisch zijn. Dan wil je niet met bijen te maken hebben. Maar man. Ik ben niet echt gewoon aan het falen. Weet je wat? Weet je hoe we... Nee, ik kan dit niet op die manier oplossen. Ik kan wel zeggen, ik zie jullie in Iverstead of wanneer er iets interessants gebeurt. Maar het probleem daarvan is dat ik dan niet goed kan inschatten hoe lang ik nou heb opgenomen. Maar we gaan nu eindelijk goed. We moeten dit pad opvolgen. We beginnen weer avond te wandelen. Daar ben ik eigenlijk ook niet zo heel blij mee. Want dat kunnen we weer zo moeilijk zien. Maar wat je dus ook kan doen is gewoon even een tijdje wachten. En als je gewoon een tijdje wacht, dan wordt het zo weer dag. Het enige probleem daarvan is dat je niet slaapt. Dus dan kun je heel snel uitgeput zijn. En als we die kant op gaan, dan komen we geloof ik bij een plekje die misschien wel van interesse kan zijn. Oh, het wordt hier ineens wel heel sneeuwachtig. Daar tegenover ons is een dorpje. Volgens mij is dat Helgen. Helgen. Maar daar willen we niet heen. Daar willen we helemaal niet heen. Wauw. Ik ben echt zo afhankelijk van mijn kaart. Oh, we moeten wel naar Helgen. Want we moeten dan naar links. Ik ben benieuwd of die mensen me hier nog wel welkom vinden daar. Ach, waarom ook niet? We zouden ook iedereen kunnen afslachten daar. Dat zouden we ook kunnen doen. Dat is leuk. Het is altijd leuk om de vijanden af te slachten. En we gaan gewoon verder. Ik zit me nou te bedenken. Kan ik misschien niet ergens over praten? En altijd als ik aan het opnemen ben, lukt het me nooit om een fatsoenlijk onderwerp te vinden waar ik over zou kunnen praten. Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet of ik nou iets boeiends te vertellen heb. Eigenlijk wel. Als ik onder de douche zou staan, zou ik sowieso al gelijk binnen 5 seconden 3 onderwerpen weten waar ik over zou kunnen praten. Maar nu ik gewoon aan het opnemen ben en mijn best moet doen om commentaar te geven, nu lukt het me niet. Dat is zo irritant. Dat willen jullie niet weten. Dus, misschien dat ik gewoon even een moment van rust moet nemen. Gewoon even in- en uitademen. En dan gaan we even goed nadenken of we over een leuk onderwerp kunnen praten. Ik weet het echt niet. Ik weet serieus. Ik ben niet echt serieus aan het nadenken. Maar ik kan niks verzinnen. Ik kan gewoon echt niks verzinnen. Misschien komt het ook omdat het live commentary is. En niet zozeer... niet zozeer post commentary. Waardoor ik nou niet echt bepaald van tevoren kan zeggen. Oké, hierover ga ik praten. Hoewel ik dat wel zou kunnen doen. Maar dat ga ik niet doen. Oh man, ik weet nog wel wat er gebeurt als ik die kant op ga. Weet je wat? Die kant gaan we niet op. Weet je waarom niet? Omdat daar een gigantisch sterk wezen is die ons heel hard afslacht als we daar naartoe gaan. Dat kunnen we beter niet doen. Dus dit was denk ik de eerste aflevering van het op naar de Greybeards, om even zo te noemen. En ik vind het irritant dat ik nog steeds zo weinig kan rennen. En wat wordt het ineens sneeuwig. Zullen we gewoon een grot ingaan? Dat is tenminste nog een beetje spannend. Ik bedoel, er gebeurt nu niet zo heel gek veel. Het enige wat we in deze aflevering qua vechten hebben gedaan is tegen een wolf gevochten. Nou, maar dat is interessant. Maar dat is interessant. Nee, wacht. Nee. Eigenlijk helemaal niet. Maar goed. Hier moet als het goed is dan een grot zijn. En dan gaan we daar gewoon naar binnen. Maar eerst gaan we even wat snowberries oppakken. Want die zijn lekker. Vraag me niet waarom. Ik heb ze nog nooit gehad. Maar misschien zijn ze wel heel lekker. Oh, wacht. Nog meer? Ja, nog meer snowberries. Lekker jongen, lekker. Oké, dan ga ik nu even deze kant op. Gaan we een beetje berg beklimmen. Dus nog iets interessants doen. We moeten ook wel in third person. We hebben nog steeds onze mooie white run kleren aan. Ik zag trouwens dat
in een reactie dat iemand zei dat Dragon Scale zorgt voor de beste light armor. Nou, dank voor degene die even die reactie gaf, want dan weet ik dat. Want ik dacht echt dat Dragon Scale... Wie ben jij dan? It's not like my what do you have for sale? Take a look. Nee, weet je wat? Ik wil niet eens weten wat jij voor sale hebt. Ik wil je gewoon vermoorden. Let op. Boom! Waarom? Omdat wij willen vechten. Wacht even, gaat zijn paard nou tegen mij vechten? Dat vind ik niet leuk. Au. Dude, niet het paard. Houd je paard er buiten. Waarom? Oh, ik ben echt zo schril, hè. Dat is echt niet meer normaal. Ja, heel goed, Lydia. Help me maar eens even. Waarom vecht hij niet terug? Dat vind ik een beetje jammer. Je zou op zijn minst wel terug kunnen vechten tegen mij. Oké, Bearpelt is op zich best wel handig voor een quest die ik eigenlijk nooit heb afgemaakt. En ik krijg al zijn spullen jatten, want die kan ik hoogstwaarschijnlijk best wel verkopen. Dat zou wel handig zijn. Zijn equipment is niet echt goed. Dus nu gaan we dat paard even afmaken, wat best wel zielig is. Oh, hij rent al weg. Ren, paardje, ren! Dan hoeven we jullie niet te vermoorden, of jou. Aangezien een paard geen meervoudige persoonlijkheidsstoornis kan hebben. Nou, voor zover ik weet niet. Wacht even, ben ik er al? Of waar is die god? Er moet toch hier ergens een god zijn? Daar is het volgens mij al. Goed, we gaan hier naar binnen. En gaan we hier in deze... Ja. We gaan wel gewoon even een beginnetje maken in deze grot. Anders hebben we echt helemaal niks gedaan. Oké, nou. Ah, cool, een ijsgrot. Wow. Bandieten. Vampire's Thrall. Oh, jongens, weten jullie wat dat betekent? Dat betekent dat dit een vampierennest is. En ik ga dit alvast maar even spoilen. Maar er zijn dus twee vormen waar je in kan veranderen. In dit spel. Je kan veranderen in een wolf. En je kan veranderen in een vampier. En beide vormen hebben zo hun voordeel en hun nadeel. En nou ja, het nadeel van vampier zijn is, tenminste voor zover ik me nog kan herinneren, want ik ben geen vampier geweest in dit spel, wel in Oblivion. Maar toen ik een vampier was in Oblivion, toen kon ik bijvoorbeeld, als ik een hele lange tijd geen bloed had gedronken, dan zou ik niet overdag kunnen lopen zonder dat ik beschadigd werd. Ik weet niet of dat ook in dit spel is. Maar ik vond vampieren zijn niet leuk. Omdat ik s'avonds nooit wat zag. En overdag zag het er gewoon mooier uit. En dan word je beschadigd. En ja, dat was ook lelijk. Oh, weet je wat? We pakken gewoon even ons zwaard. Aangezien we daarmee makkelijker kunnen vechten. Kom maar! Vampier. Oh, wauw. Wow. Zij gebruikt een aanval waarmee ze zichzelf kan helen en mij kan beschadigen. Dat is niet cool. Oh, oké. Vampire Dust. Ik denk dat ik daar maar beter gewoon vanaf kan blijven. Misschien zal dat wel de kans vergroten dat ik gebeten word door een vampier. Dat vampieren me dan kunnen ruiken of zoiets in die richting. Oké, laten we eens even een beetje voorzichtig doen en onze hunting bow pakken. Voorzichtig. Lydia ook voorzichtig zijn, hè? Ik bedoel, het feit dat ik erop afstand wil nog niet zeggen dat jij dat moet doen. Oké, ik zie daar aardig wat vijanden. We gaan beginnen met die. Die ziet er wel enigszins sterk uit met zijn longbow. Oh, wauw, dat was mooi. We hebben hem gewoon in één keer afgemaakt. Wordt hij nou gelijk weer gerevived? Dude, nee. Dat dacht ik toch even niet, hè? Oh, maar dat is een vampier. Oh, dat zal wel een hele goeie zijn dan. Oh, lijkt me wel. Lydia, zorg dat ze beschadigd wordt. Nee. Jij wel terugvechten, Lydia. Kom op. We gaan binnen, Lydia. Niet bang zijn. Het is maar een vampier. Het is maar een dodelijke vampier met magie. Oké. Nou, die was niet zo sterk. Geef mij alles wat u heeft. Dank u. Oké. Nou, dat viel eigenlijk nog best wel mee. Ik dacht, we krijgen met een hele sterke vampier te maken. Maar deze was vrij zwak. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Dit zijn allemaal een van die plekken waar ik nooit kom. Een van die grotten die ik heb overgeslagen. Maar ik vind het een best wel leuke grot. Dat het deels ijs is en ik hou van ijsgrotten. Dat is dan een van die dingen wat ik ooit een keer in mijn leven wil doen. Gewoon een bezoekje brengen aan echt zo'n ijsgrot in Antarctica of zo. Dat lijkt me echt zo vet. Nou, Antarctica, jullie weten wat ik bedoel. Een van die coole ijsgrotten waar alles ijs is en heel glad. Dat is gewoon mooi. We zouden hier eten kunnen maken, maar daar heb ik even geen zin in. We zouden hier kunnen alchemieën, maar daar heb ik even geen zin in. Wat ik wel ga doen, waar ik wel zin in heb, is om deze aflevering te beëindigen. Dus, bij deze dank ik jullie voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, druk dan op het... Ja, op het duimpje omhoog. Ja, het duimpje omhoog. Zo ga ik het vanaf nu af aan noemen. Het duimpje omhoog. En abonneer op TGN Dutch als je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe video's. Dit was Nienwezen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.